We zijn op dit moment in de Melkweg in Amsterdam, bezig met de commercial van Helden van de Top 2000. Met Marco Borsato. Zijn grote held is Frank Boeien. En nou, dat wordt hier vandaag opgenomen. Helden van de Top 2000 is een fantastisch evenement op 16 december. Alle artiesten die daar komen, spelen muziek van hun helden. Van Velsen is er, Direct is er, Frank Boeien is er en Marco Borsato dus ook. En die is groot fan van Frank Boeien. Ik heb meerdere helden, maar er is één grote held wat in Nederlands toch wel een groot voorbeeld is, dat is Frank Boeien. Dus we doen een ode aan hem eigenlijk. Het is natuurlijk gewoon zo'n evenement waar elk jaar zo ontzettend veel mensen naar kijken en luisteren. Dat is iets, dat is een fenomeen aan het worden. En ja, daar kijk ik wel naar uit. Dat hoort een beetje bij het einde van het jaar of zo. Ik heb zelf ook een bijzondere rol in deze commercial. Ik heb de piano gespeeld van het liedje, want we hadden het instrumentaal niet. Toen werd ik gevraagd, kan je dat naspelen? Ik zeg, ik vind het prima, dus ik leverde dat aan. Toen zei ze, oh leuk, dan ga je ook achter de piano zitten op het podium. Toen zei ik, nee, dat is een heel slecht idee. Gaan we niet doen. Gaan we wel doen. Niet. Wel. Het werd uiteindelijk wel. Dus ik zit achter de piano om Marco te begeleiden. Nou, dat is op het podium van de Melkweg. Bart die doet fantastisch mee. Dat is ontzettend leuk. We hebben laatst al een keer samen iets gepield. Er bleek een soort secret passion onder te zitten. Dat is heel leuk. Ik denk dat het filmpje 15 tot 20 seconden duurt. En ik denk dat we daar een hele dag mee bezig zijn. Mensen hebben geen idee hoeveel werk dat is. Maar het is ontzettend leuk. Test 1, 2. Niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet waar is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. 16 december. Helden van de Top 2000 live in de HMH. Born to be wild.